De mensen die hier altijd komen, daar houden we wekelijks contact mee, telefonisch. We hebben belspreekuren. We zijn hier elke ochtend van 10 tot 12 zijn we open voor hulpvragen. Dus wat dat betreft houden we onze mensen goed in de gaten. Maar waar we wel voor op moeten passen is dat de mensen niet in de eenzaamheid geraken. Want ja, normaal zijn ze natuurlijk lekker hier. We hebben eetmomenten, toch wat we altijd hebben, hebben we voortgezet. Alleen kunnen we nu niet meer hier eten, maar komen de mensen het halen. Oké. Okay. Eet smakelijk! We hebben nu 20 pakketten klaargemaakt voor de mensen. Ja. Mensen die moeten werken, die bijvoorbeeld hun kinderen even een uurtje kwijt moeten, klinkt natuurlijk vreemd, maar eventjes om het hand zitten met oppas, die mogen hun kindertjes hier brengen en dan letten wij erop. Dat we oma aan het logeren zijn. Nou, mama moet heel lang. Alleen ik ben ja, eigenlijk belast met ervoor te zorgen dat de mensen het hier naar hun zin hebben. Ja, dus ik ben de koffie, ik doe de kleding, ik doe de afwas, ik maak geintjes. Voor de volwassenen hebben we ook wat leuks. We hebben pakketten gekregen, knutselpakketten. En die bieden wij gratis aan. Kruidentuintje, fotolijstjes. Ja, dus die mogen de mensen gratis opkomen halen. In principe mogen we geen bezoekers ontvangen. Ja. We hebben wel toestemming om zeg maar 2 uurtjes per dag open te zijn voor eventueel mensen die gewoon toch hulp nodig hebben. We hebben eigenlijk alle hulpvragen die er zijn, die kunnen wij afhandelen. We laten voor 2 mensen hier in de buurt laten we het hondje uit. Als er boodschapjes gedaan moeten worden. Mensen melden het ons en wij doen dat voor jullie. Maar je ziet het ook wel een beetje in het straatbeeld. Hè? Dat mensen gaan berusten, want ze durven nu ook weer naar buiten te gaan. We letten goed op elkaar en de mensen weten ook gewoon als er wat is, dan helpen we elkaar. Ja, dus hoeven maar te bellen en dat geldt natuurlijk voor iedereen of je nou bezoeker bent van ons of niet. Als je hulp nodig hebt, dan ben je van harte welkom. Ja, ons winkeltje is helaas ook dicht en we zijn daar wel druk mee bezig om van de winterkleding die er nog hing een zomerwinkel te maken. En we zijn ook aan het bekijken of we daar ook met de richtlijnen van het RIVM iets mee kunnen in de 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ja, ik hoop toch wel dat we daar eind volgende week weer wat meer over horen. En dat we dan toch heel voorzichtig aan weer de winkel kunnen gaan openen.